Het is inmiddels 11 maanden geleden dat ik mijn eerste video op dit kanaal op YouTube publiceerde. 26 november 2017 om precies te zijn. En de video waar je op dit moment naar kijkt is video nummer 50 van dit kanaal. Om dat een beetje te gaan vieren wil ik even terug gaan kijken op wat we hebben bereikt. En ook meteen vooruit gaan kijken over wat ik misschien de komende 50 video's wil gaan doen op dit kanaal. En ik wil nog niet al te veel verklappen, maar de komende maand komen er verschillende video's uit over een behoorlijk grote stap die ik ga nemen in mijn leven. En die dus invloed heeft op mijn leven, maar ook op het kanaal. Dus blijf vooral kijken, zou ik zeggen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Mijn naam is Ruud en op dit kanaal maak ik video's over persoonlijke financiën, investeren / beleggen en natuurlijk passief inkomen. Op het moment dat ik deze video opneem heb ik 75 abonnees op mijn kanaal en worden mijn video's redelijk goed bekeken, al zeg ik het zelf. Ik denk zelf dat de informatie in mijn video's wel goed zit, alleen misschien de manier van presenteren dat het daar nog een beetje aan verbeterd kan worden. Het presenteren is natuurlijk niet altijd even makkelijk en ook het opnemen daarvan en het voorbereiden van een video neemt behoorlijk wat tijd in beslag en kan dus nog verbeterd worden. Maar ook de lengte van mijn video's, in ieder geval de afgelopen tijd, kan denk ik een rol hierin spelen. Daarom ben ik even de statistieken van mijn kanaal ingedoken hier op YouTube. En ben ik gaan kijken naar hoe lang mensen kijken, wat de beste video's zijn die bekeken worden, noem het allemaal maar op. En een van de dingen die daaruit naar voren komt is denk ik dat ik het in de toekomst mijn video's het beste rond de 10 minuten lang kan maken. Dit is een mooie lengte voor een video voor veel mensen om genoeg informatie binnen te krijgen. Maar dat je toch even snel tussendoor die video kunt kijken. Sommige video's de laatste tijd die gingen richting de 20 minuten. En dit kwam dan vooral omdat ik heel veel tijd erin stak om een video voor te bereiden. Dus ik zocht heel veel informatie uit. Ik zorgde dat al die informatie samenkwam. Op bepaalde punten schreef ik op. En die lijstje met die punten behandel ik, zeg maar, terwijl ik de video opnam. Maar dit zorgt er wel voor dat je bij sommige punten veel langer spreekt dan misschien nodig is of dat de bedoeling is, waardoor dus je video veel te lang wordt. En in de komende video's wil ik er dus voor gaan zorgen dat ik iets meer ook de tekst voor ga bereiden en dat ik op die manier kan zorgen dat ik eigenlijk dezelfde informatie die ik in een lange video deel, dan ook deel alleen dan in een video van, zeg maar, rond de 10 minuten. Daarnaast zie ik ook dat video's over mijn persoonlijke ervaringen of persoonlijke investeringen het veel beter doen dan de andere video's. Enkele voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld de video wanneer Elon Musk aankondigde dat hij Tesla van de beurs wil halen voor $420 per aandeel. En dat zou voor mij betekenen dat ik in minder dan 3 maanden tijd €775 zou hebben verdiend op dit aandeel. We weten allemaal hoe het een beetje af is gelopen, dat de koers nog veel lager staat. Maar dat was in ieder geval op dat moment een heel erg populaire video. Een andere video die heel erg populair is en die ook echt met mijn eigen investeringen te maken heeft, was op het moment dat ik €2600 ging herinvesteren. Ik had een gedeelte van het geld staan bij Evi van Landschot. En ik was niet tevreden over het rendement bij Evi en zo. Dus ik zal de video even hierboven linken. Dan kun je die gaan kijken. Maar daarom heb ik het geld daaruit gehaald. Naar de Giro overgemaakt. Ik heb nog wat geld er extra bij gestort. En dat heb ik vervolgens verschillende aandelen van gekocht. Ik gaf in die video aan specifieke aandelen. Welke ik kocht. Waarom ik ze kocht. Tegen welke prijs. En noem het allemaal maar op. Ook dat was een video over persoonlijke investeringen. En die was ook erg populair. Ik wil me op dit kanaal natuurlijk blijven focussen op investeren en beleggen aan de ene kant en passief inkomen aan de andere kant. En daarom wil ik in de komende maanden ook meer specifieke video's maken, zeg maar. Ook echt waarin ik onderwerpen behandel, zoals hoe kun je aandelen kopen via de Giro, of op welke dingen moet je letten wanneer je een balans van een bedrijf leest om vervolgens een beslissing te kunnen maken van daar wil ik wel of niet in investeren. Al dit soort specifieke dingen die komen dus in de toekomst op dit kanaal ook weer aan bod. Als je nog ideeën hebt voor video's in de toekomst, laat dan ook even een berichtje onder deze video achter. Voorlopig blijf ik ook gewoon 2 video's in de week maken, op maandag en op woensdag. De video van maandag wil ik in de meeste gevallen over passief inkomen laten gaan. Terwijl in de video van woensdag ik de andere onderwerpen van dit kanaal wil gaan behandelen. Ook is pas de eerste serie die ik heb gemaakt op dit kanaal, de serie Rijk worden in 8 stappen, waarin ik dus in 8 verschillende video's telkens een stap behandelde daarin, die is pas afgelopen. Dat was een video die elke woensdag dus uitkwam. Daar ben ik op dit moment aan het denken om er een nieuwe serie voor te maken. Dus iets wat ook weer vaker terugkomt en waar we dus op door kunnen bouwen, zeg maar. Ik zelf zat te denken aan bijvoorbeeld een video over of bekende personen of bekende bedrijven. En dat ik dan een beetje ga kijken naar de geschiedenis, keuzes die ze hebben gemaakt, investeringen die ze hebben gedaan en eventueel passief inkomen wat daarbij betrokken is.
Zodat je meer informatie krijgt over een bekend bedrijf. Terwijl het toch ook gerelateerd is aan de onderwerpen van dit kanaal. Maar mocht je nou een ander idee hebben voor een serie of een leuke video op dit kanaal. Zoals gezegd, laat even een berichtje achter onder deze video. En ik neem die zeker wel mee in de overweging om te kijken welke video's ik in de toekomst ga maken. Ten slotte wil ik deze video afsluiten met een kleine aankondiging van een grote stap of een enorme stap die ik misschien wel ga maken in mijn leven. Die komt er in de komende weken aan. Die gaat op persoonlijk vlak heel veel dingen teweeg brengen. Want ik ben al veel bezig met investeren, beleggen. Dit kanaal, YouTube kanaal. En die stap die ik ga nemen, daar is in ieder geval de verwachting van mij van dat die behoorlijke impact gaat hebben. Zowel op mij persoonlijk, maar ook op dit kanaal. Wat het precies is, wil ik nog niet gaan vertellen. Dat krijg je de komende weken wel te zien. Maar ik denk dat je hier als kijker zeker ook voordeel uit kunt halen. Tenminste, dat is in ieder geval wat ik hoop voor jou. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze korte video. Een beetje de kanaalupdate van wat ik de komende maanden wil gaan doen en wat je misschien wel kunt verwachten. Als je nog geen lid bent van dit kanaal, abonneer dan even op dit kanaal. Vond je het een leuke video, geef dan even een duimpje omhoog of geef even een duimpje omlaag als je het wat minder vond. En laat ook even in de reacties weten waarom je het op die manier erover dacht. Dan kan ik in ieder geval altijd jouw feedback wel meenemen in volgende video's. En dan zie ik jullie graag in de volgende video terug.